Geef je mee. Er oh. is wat uh, bijzonders gebeurd. Uh, 30 abonnees. 30 alweer. Ja, weet je. Sommige mensen die lachen erom. Die hebben 3 miljoen abonnees. Maar wie het kleine niet eert. is groter niet wit. Dat is ook zo. Hè? En uh, het is toch een mijlpaaltje mijlpaaltje, rot rotwoord eigenlijk, 30 abonnees. En daar hebben jullie natuurlijk ook voor gezocht. Uh, een kleine schare groep fans die uh, de reviewtjes bekijken van Simon Says Reviews of van Simon Velan C. Uh, reviews. Ik vind het heel leuk om ze te doen. En uh, ja, ik hoef helemaal geen groot publiek te bereiken of whatever, al die onzin. Maar het is natuurlijk wel leuk als we abonnees erbij krijgen. Als je nou op dit kanaal zit, als je die video's leuk vindt van Simon 6 Reviews, Simon en Veland C Reviews, als je ermee vermaakt, laat even een likeje achter, een commentje, maar veel belangrijker, abonneer dan even. En nog, nog, nog veel belangrijker, deel het even serieus met je vrienden op school, met je collega's, met je ouders. Met je oma, je opa, je huisdieren. Iedereen waarvan jij denkt, nou, die zou het ook wel leuk vinden. Die wil ook wel abonneren. Want als ze de 50 abonnees hebben gehaald. Daar ga ik in eerste instantie voor. Dan, zoals Finland zei. Moeten we een blote peper gaan proeven. Finland en ik. Heb ik er zin in? Pff, nee. Maar, hebben jullie er zin in? Om ons te zien lijden. Pijn lijden. Met een rode peper in onze bakkers. Dan moet je gewoon even zorgen dat je abonneert. En eventjes deelt met anderen waarvan jij denkt. Die willen ook abonneren. Ja? Doe dit even. En. Uh, ja. Stel dat we de 50 halen. zo zou hartstikke mooi zijn. Uh, ik verwacht niks. Het kan alleen maar meevallen. Maar. Als we nou de 100 halen ooit kunnen ook iets geks verzinnen om te gaan proeven in Simon 6 Reviews, Simon en VRNZ Reviews. Dus blijf er ook kijken, blijf abonneren. Nou, ja, ik kan maar eentje abonneren natuurlijk. Een beetje een domme opmerking. Maar blijf ook gewoon delen. Zoveel mogelijk. Dat we de 50 halen. En dat wij straks die blote peper, ik vind het nog steeds, hoe verzint jongen? jongens, blote peper. Maar in ieder geval... Die naakte blote peper. En zijn baks kunnen schuiven. Waar <laughs> ik het geen zin in heb. Dus eigenlijk stiekem hoop ik de eerste vijftig te halen. Jij wel qua leeftijd. Maar qua abonnees niet. Dan hoef ik ook die peper in mijn te stoppen. Maar het is ook wel leuk. Om het te halen. Jezus het dubbel allemaal. Maar goed. Dat was het even. Daag. En uh, woensdag weer een nieuwe review. Tot dan. Later.